Dag, ik ben Hans van Willigenburg en ik ben al een flinke tijd ambassadeur van Opoe. Ik weet als geen ander hoe heerlijk het is om een hond om je heen te hebben. Ik had er een op een maand na 21 jaar, Sinatra. En dat is ook geweldig, een hond die zo oud met je wordt. Des te verdrietiger als hij er niet meer is, omdat je hem zo lang gehad hebt. En vlak voor dit jaar, dit coronajaar begon, is hij overleden. Juist door het vele thuis moeten blijven dit jaar, mis je hem extra. Want ik hoef u niet te vertellen als u een hond hebt, al heeft u hem maar af en toe. Ieder hoekje van het huis herinnert je eraan. Maar gelukkig, daarom is de stichting Opoe, zijn er honden die af en toe bij je komen. Johnny, kom eens bij me. Ja. Kom eens even bij me, want ik ga hier. Ja, niks voor niks natuurlijk. Want ik ga een kerstverhaal voor u voorlezen. Ik vind dat zij er ook naar moet luisteren. Het is geschreven door Sander Kolmaert. En Sander Kolmaert won dit jaar de Libriesprijs voor zijn boek Mijn leven met een hond. En het is een geweldig boek op zich al, maar waaruit vooral een hele grote liefde voor zijn hond blijkt. Hij heeft het kerstverhaal, het is niet het bestaande kerstverhaal, het is zijn kerstverhaal, dan ook de ezel, de os en de hond genoemd. Elk jaar probeer ik onze hond uit te leggen wat het kerstverhaal betekent. Ook dit jaar weer. Het gaat over de geboorte van Jezus, dat vertelde ik. En Jezus is belangrijk voor mensen die in God geloven. God woont in de hemel. Hij is, zeg maar, de baas van het heelal. De hond keek me aan zoals hij me altijd aankijkt als hij vindt dat het vooral tijd is om iets te eten. Of om naar buiten te gaan, of om een spelletje te spelen. Maar ik liet me deze keer niet afleiden. De kerstgedachte, vervolgde ik, is er een van vrede en van verzoening, van samen zijn, van het goede willen voor elkaar. Eigenlijk een beetje zoals wij tweeën het altijd hebben. Gewoon een beetje gezellig doen. Daar komt het op neer. Dat is niet zo moeilijk, maar het kan geen kwaad als we er af en toe eens aan worden herinnerd. Het klopt dat de hond en ik het heel gezellig hebben. We zijn allebei bijna altijd de hele dag thuis. Ik schrijf dan en hij slaapt vooral. En af en toe gaan we wandelen. Ook dat vinden we heel gezellig. Dankzij de hond heb ik geleerd dat het altijd mooi weer is en dat de uitdrukking hondenweer waarschijnlijk een verzinsel is van mensen met katten. Weer thuis ligt de hond meestal op een stoel, vaak op zijn rug in een nogal onzedelijke houding. En als ik dan langs loop, natuurlijk graag mijn neus even in zijn vacht. Hij ruikt er naar koekjes. Lekker. Als het heeft geregend, ruikt hij meer naar oude jassen. Dat vind ik ook lekker. Vaak reageert de hond met een diepe zucht op mijn aandacht. Ik denk dan graag dat dat een teken van welbehagen is. Ze sliepen dus in een stal, vervolgde ik mijn verhaal, omdat de herberg vol was. Ze deelden die stal met een ezel en een os. Er staat niet dat er ook een hond bij was, maar het zou mij niks verbazen. Nou, en toen werd Jezus dus geboren. Er gingen de engelen zingen, er kwamen de herders langs en koningen. En dat was het dan zo'n beetje. De hond keek me nog steeds aan met de blik die hij altijd heeft als hij iets van me wil. Hij is er ontzettend goed in om te doen alsof hij begrijpt wat ik zeg. Hij trekt de oren iets op, koppetikjes scheef, spreekt de ogen een fractie open. Soms is de uitdrukking van begrip zo overtuigend dat ik de proef op de som neem en bijvoorbeeld zeg, vind jij Shostakovich ook zo geniaal? Ook dan reageert de hond met dat vertoon van begrip terwijl ik zeker weet dat hij geen idee heeft, die Shostakovich is. Honden hebben geen verstand van muziek. Het is dus louter vertoon, dat begripvolle hondengezicht. Bedoeld om mij te verleiden te doen wat hij wil. Eten, naar buiten, spelen. Zo keek hij nu dus op. Ik probeerde hem nog even uit te leggen wat de ster van Bethlehem precies is. Maar toen gaf ik het op. Oké, zei ik, jij wint, we gaan naar buiten. Buiten zagen we dat het gesneeuwd had. De hele wereld was wit. Elk jaar is het voor de hond weer een grote verrassing wanneer dat gebeurt. Hij bleef stokstijf staan en keek me toen aan met een mengeling van ongeloof en dankbaarheid in zijn hondenogen. Hebben jullie echt al die sneeuw voor mij neergelegd? Voor mij? Volgende moment stoof hij de sneeuw al in, druk dol heen met zijn neus bij de grond, zodat zijn snoet helemaal wit werd. Tijdens de wandeling mijmerde ik een beetje over de hond.
De grootste verdienste van het dier is, dacht ik, dat het altijd zin heeft. Gaan we wandelen? Ja. Snoepje? Ja. Yeah. Spelletje doen? Yes. Dutje doen? Jo. Die levensbejauwing wordt door mij zeer gewaardeerd, want ik ben op de leeftijd gekomen dat ik begrijp dat het niet zozeer eten en drinken is die me gaande houden, maar levenslust, willen leven. Uit die bron stroomt de rest, willen opstaan, willen eten en drinken, willen werken, willen lachen en lezen en praten en dansen en met de hond willen wandelen. Voor mij uit schoot de hond met zijn neus door de sneeuw, zwaaiend met zijn staart. Het was verder heel stil en vredig. Straks dacht ik, zal ik hem ook nog iets vertellen over het paasfeest, dan weet hij dat vast. En daarna neem ik een glaasje bisschopswijn. Zo voelde ik me heel tevreden. Ik hoopte vurig dat iedereen zich tevreden zou voelen. Want zo hoorde het tenslotte in de kersttijd. Vrede op aarde, dacht ik. En in de mensen een welbehagen. En als ik dat alle mensen wens, dan wens ik dat natuurlijk ook alle opoes. Het is natuurlijk niet het leukste einde van het jaar dat we ons hadden kunnen wensen. Het was ook niet het leukste jaar dat we ons hadden gewenst. Maar het is niet anders. Er zijn beperkingen. En met die beperkingen moeten we leven. Met die beperkingen kunnen we ook leven. En we kunnen ze ook veel leuker maken. We kunnen thuis, ondanks dat we dat niet met heel veel mensen mogen doen, toch heel gezellig maken voor onszelf en met honden. Want wat is er leuker dan, zo'n beestje naast je te hebben, hè? Ik wens alle opoes dan ook de rest van dit jaar en het komende jaar, wat het ons ook mogen brengen, maar het wordt altijd beter, daar gaan we vanuit, want het wordt het ook. Een fijn jaar, eerst een fijne kerst en dan een heel mooi jaar met zoveel mogelijk hondengeluk.